twee hamburgers om weg te nemen, alsjeblieft. Nog iets? Iets voor die woeger. Wat van mij? Zeg jij wat met zijn hoek maakt. Nee, is al, dank je. Dan zei jij iets gaan bevielvaardig putten. Hoe kom ik? Ik denk ze hou daarvan. Dank u. Je bent er om 10 zijn. Oké. Dank u. Zeg mij, gaan jullie misschien naar de stad toe? Ja, hoe kom? Want ik is verwonderd of ik misschien kan samenrijden. Zeg je baas, het is hakenlooi. Oké, ons net een beetje haastig hoor. Ik is nu terug. Wat mijn keer? Niks niet. Nou, is terug naar die Zuidmijn dat je mij ziet. Die pret is voorbij. Oeh, zwaar. Ga je mij daarom weer uit nooit plaats toe? Is hij jou nou gedraaid? Hé, hey, dronkie. Wat is het? Wakker word. Waar is ons, hè? Maar die huis boezie weg. Heel kijk hoe lekker. Ze mis zo zien, gaan ze mee weg, ja, jong. Opschrijf, jong, ons is nog een passagier. Ach, moet die boel praten, man. Kom in, als je kan. Op hierdie manier gaat de ou krampen krijgen waar je eindelijk met lekker krijgt. Recht! Niris, ik wil zeer dat ze gelijk bekend. Ja, finale jaar. Ik doe hospitaaldienst voor die strijd om. Ik weet dat ik jou al bijna gezien. Klein wereldje. Waar wil je wees? Sommer hier. Ja, James. Je weet, ik hou me nog bezig met die plant van jullie oude boompjes, jongen. Nogal bij interessant. Maar het mensen wel zien je plek om je nog iets anders te doen. Ja, ik ga het nu zeer pas uit jullie hondenmoer nest, net zodra die poep deur is. Ach, maar waar wil jij nou je na al jullie jaren, man? Ik ga het voor mij ook grondje koop van iemands vleesse wereld of iwaster, ik weet ook niet. Ik wens ons kan ook hier weg. Ja, maar hoekom zet jij de hele grond ook niet in die markt? Wat denk je zo als je voor krijgt? Jij dan ook tenminste nog een nieuwerige soort van een huis, man. Nee, ik heb ook niet veel gekregen, niet ja. Maar ik kan daarom voor mij ook grondje kopen. Ik denk dat ik een paar netjes ook bij krijg. Ja. Ja, dan wil ik voor mij ook gaslandje aanleggen, joh. Gas? Wat wil je met die gaas maken, man? Ach, man. Ik wil die gaas nat leiden. En ik wil zien hoe dit groeit. Als ik maar weer erom hoor. Ja, nee, maar je moet kon groet voor je helemaal voortgaan, joh. Ja. Klaasdochter zit altijd daggezegger, ouwens. Om met de Durban te gaan, ek is oud genoeg. Nie saam met die klomp takkare soos Ginger en sy maats nie. Wat is ons beter as hulle? Ek het saam met hulle groot geword. Hulle is nie goeie geselskap vir jou nie, Rini. Dis nie my skuld dat ons in Vrededorp bly nie. Maar is het dit nog nooit gesê nie? Big deal. Dink oor hy dokter word, hy skaas. En wat gaan gebeur as hy kwalificeer? Hy gaan julle net so drop. Sy suitcase pak en waai. Somewhere in Slapdown vir hom praktyk begin en is die laaste sien van julle heilige ou stiefseentjie. Wat laat u zo doen, Green? Ik weet maar niet. Zij wil je na week samen met Ginger alle wegvoeter Durban toe. Hij heeft al klaar, dus is ze gaan niet. Maar zij wil niet luisteren, nie, Marius. Zij zal moed. En wie gaan wij keer? Ik, als het nodig is. Jij en die ze al meer dan 3 in de zoveel gehad. Jeez, goed dat we al gebleed. Gaan ze het voor hulle? O nee, Marius, los hulle liever. Wat heeft hulle gesê, Rini? Dat jij mij wil keer? Maak spoor.
het eigenlijk jij, hoor je? Waar wil je die? Te makkelijk, slecht wat. En wat is je verschil? Ah, kom eens zo. André. Hoe kom alle mans haat als gevolg van een, hè? Ik haat niemand. Louise. André, ons is goede vrienden. Kom eens uit het zo. Kan je helpen, zeg, normaal is, hè? Niks verkeerd met mij. Is zo koud als een ijsblok. Louise, ons is volwassen mensen met volwassen hunkeringen. Ik meen, hel, ik neem je al 3 maanden uit en... Hey, verwacht een beetje meer. Bekie? Te veel. Maar is het dan een misdaad? Ik is niet wat je gedenkt het, nie, André. Goeienacht. Mevrouw de Lange. Ik zal kijken of ik een schof kan ruilen. Oké. Ik klim die aort af. Die volgende jaar gaan doen. Ik zou alles kunnen proberen om naar een klein loopje te gaan. Beetje weier ondervinden moet doen. Ja. Ik heb misschien een propositie voor jou daar in mijn kontrij. Dokter Meijer. Iemand blij? Ja, ou vriend, hij treedt eerst als af. Sommige een naweek gaan kuieren. Je mag klomp vrienden staan. Dank je, professor. Dus daarna bij die vakantie. Aha. Hoe lang ken jij van Marius? Nog niet lang, nee. Sklanders in. Vrieselijk teruggetrokken. Ik kom daar uit. Ik zal proberen. Goeienacht. Ja? Ik is op zoek naar Marius Hugo. Oh, hij is niet achter. Dank je wel. Dank u. Binnen.
Ik heb jouw boek voor jou gebracht. Hoe jij hier uitgekomen? Ik heb spionen. Wil je niet zitten? Nee, dank je, ik klaar je. Glad niet. Is je klaar met die boek? Nee, maar ik kan het later weer krijgen. Heet jij beurs? Nee. Ik bewonder je moed. Heb jij direct naar school was niet toegekomen? Eerst 2 jaar gaan werken om te sparen. Wel, je is amper daar. Als er iets is waarmee ik kan helpen, moet je niet zeggen. Ik waardeer het. Wacht, Louise, lekker slaan. Wie is zij? Een vriendin. Ze is de dokter. Eindelijk het chick. Paar geld zeker. Wie is zij? Ik moet slagen, Serini. Is jij Kinopa? Het is laat, ik heb werk om te doen. Jij is Kinopa, hè? Surprise, surprise! Happy birthday! Jullie is laat, is eerst vrijdag. Ons moet vroeger of later begin. Wat drink jij? Koffie, wat ik zelf van maak. Mm. Ach, ontspan, jij is moeg. Jullie ongezellige eerst ons het geen respect voor werken. Te veel geld en te min plichtsbesef, dus. Mm. Is daar party zaterdag, Louise? Maar skip me nog, kom. Papa zal zeker jou ietsje stuur. Ietsje zei. Als een rijk jouw niet van zijn dochter en haar deurluchtige vrienden. Hij helpt de party gooi niet dan jij in die jetset uitgesproken. Ik zie jullie wat. Kom eens gaan in naweek iemands vlijt doen. Waarste? In die laafveld, na bij die wildtuin. Professor Hartmanse plek, lieflijke plek. Jullie zijn allemaal mijn gasten, carte blanche. En à la carte. Ben. Zie jij mij geen zin? Lekker, je besluit. Ik heb het gezegd. Luister, wat? Het is een super uitnodiging van een super girl, hè? Ik kan niet, man. Ik heb mijn werk op je padkapje verloren. Gesukkeld terug, ik krijg je weer het opzelf. Het is zaterdag, dus bezig als de dag. Luister ook, wil ik je weer waar je van die hand wijzen? Ik zal verstaan. Boy, oh boy. Dat ook nou zo stupid kan wezen. Luister. Ik heb niet ruik, man. Ik verpik niks in de vrienden. Oké. Ik heb maar naar die boskap mogen geven. Hoor je met mezelf gewoon verduidelijk hoor! Waar is Louise nu? Ze is op café toe hier nabij. Jij moet Marius weer. Dus waar? Ik zie niet wat zij bedoelt. Wat bedoelt dit? Nee, niks. Het is iets uit jou raak beschrijft. Raak hè? Ik zei. Wel, jullie hebben het alweer mis. Ach, luister, ik heb niet bedoeld om me. Heb je een boek voor je gebracht? Heb je de stad in zanden gehad? Nee. Ontsteld door iets. Blijkbaar dat je nogal mijn raak beschrijft volgens de reactie van je cameraman. Wat bedoel je? Dat is toch manier, alsof ik iets is waar die katten aan gedragen. Je maakt het fout. Nee, als ik te doen heb met die high society van die campus. Is hij niet een klein beetje oorsensitief? Zie je dit nou mijn gitter laten voelen? Dat is al wat ik nodig heb om op mijn verjaardag onnodig ontsticht te worden. Verjaar jy vandag? Maak het redig saak. My beskrywing van jou en Rita was baie raak. Alles behalwe herhalend. Jammer.
Ik heb gezegd voor jou vandaag. Nou, bij geluk. Dank je. Zo moet ik je nog aan het ik vier. Beloof je? Heb je dat allemaal niet gek eens keer? Here we go again. Wat is het nu, Marius? Hoe kom je zo anders? In jouw gezelschap is ik altijd anders. Wat is dit wat je zo omkrapt? Jij. Ik ben bang voor je gevoelens. Voor je gevolgen misschien. Zolang ik ons altijd weet waar je ons goed. Je weet helemaal niet veel van mij. Ons is nou allemaal ons verleden. Drie speel. Oké. Okay. Nee, man, je ziet maar ken ik ze ding is. Nee, maar jij is. Lapis, gooi ze screwdriver, Jane. Wat lijkt ik voor jou? Lapis, maak grapjes. Kom aan, hoe is ons wat duurt toe? Wat van Teeny Weeny Rini, gaan ze samen? Ik is niet gepland. Je lieg, je is niet bang voor haar boetie. Laat haak je op, papa. Ik haak je op, papa. Struis, papa, ik haak je op. Oké, man, net een joke. Maar wat van die wise en die wave force, hè? Ja, zij boor mij, dus af. Nee, Bob. Ja, struis, papa. Why? Ik heb hem klaar change gegeven. Wat meen je? Ik meen wat ik meen. Yes, ik kreeg je punten. Ja, yeah, somebody else also. Kompetus. Ja, alright, hè? Oké, ik zeg niet. Neem het te zucht, baby. It's a good life. Als je hoopt. Jean, zeg me dit voor je zee. Ja? Dat is nou bad news. Misschien je tang af. Dat is niet wat hij ons vertelt, nee? Shut up. Oké, sweetie, eerst je slechte nieuws. Hoe zal het lijken om pa te wezen? Moet niet gaan hier. Is het slechte of goede nieuws? Voor jou of voor mij? Help voor ons allebei, hey Jean? Ik kan mij niet worden, nee. Jij bedoel? Ik kan mij niet worden, nee. Jean, wat gaan we doen? Dat. Niks. En ik? Het is jouw bad nieuws. Niet mijn nieuws. Maar eerst gaan kreeg mij naar die boompje wat ik jou gisteren geweest heb, joh. Kan ik staan komen? Is je wel? Je oos is bij je gaf. Blij, denk ze. Lijkt me jij en je maas bij na mekaar. Dat was eigenlijk mijn pleeghouders. De aangeneem toen ik nog bij jong was. Ik is eigenlijk bij dank aan de verschillen. Ik verstaan er bij meer dingen. Zo kom je net die oomlik, he. Moeilijkheid.
Jy meen? Jy moet my help. Maar kan nie. Jy moet, Marius, jy moet. Wie was dit? Ginger? Weet hy? En? Hy het net gelag. Weet Paale? Verkeerd, Marius. Moes nie. Hy, ek denk ek moet aanstaltes maak. Baie dankie vir die gasvryheid, Annie. Kom gerus, Deurkin. Dat is niets verkeerd nie. Ek is doodseker. Okay. Hey, jy het jou boompie vergeet. Ach, hemel, boom. Ek bring hom. Louis, verskom my boom met boom. Seker. Moenie! Voeg uit! Jy wil my ons helpen. Louis! Wat dan, wat dan los in hom? Jy my hoort al gesien. Wat dan moet jy die kind aan, jong? Maries, wat sê nou? Dokter, sal jy my help? Is daar iets waar oor jy wil praat, Arien? Ek weet nie hoe jy dit gedoen het nie, maar onthou net een ding. Niks is ooit so erg dat jy jou lewe moet beëindig nie. Hoe sal jy weet? Nee, sreg, ek weet nie. Probeer onthou wat ek vir jou gesê het. En moet jy dus hoor. Het was net as jylle wees gewees. Ek dink is hierdie Ginger bezigheid. Hoe sal hy oorkom? Hierdie Ginger sal hy nog in die moeilikheid bring. Hey, jy moet iets doen. Wat? Is nie ek kwijt nie. Jy ken toch mense? Is jou problem, Jolie? My broer gaan jou kom kry, Jean. Okay, waar? Ek sal iets uitvind. Kan ek saam kom? Ek gaan nie huis toe nie. Okay. En toe? Het is okay. Wat? Ek sê moes is alles reg. Jy bedoel jy... Dit was toe nie so'n... Is jy seker? Sure, dokter. Waai, ek wil aan te. Waai! Heb jy hulle moest klaar gesê? Ah, dat is het daar wat doen. Verboos, ek is jammer. Blijf maar lekker.
Man, een beetje ontspan ook, hè? Ik heb niks hier. Jij hebt je maat gepakt. Shit, wat hier nou? Ons deel van jou, beter job. Wat is dit? Zullen we ons om nu vertellen of later? Misschien daarom een keer voor iemand blijft op. Kroegman bij die buitenklant. Van 5 tot 10. Met pa's voorzitter, hij zei is oké. Zeg maar aan de skof, hoe lijkt dit voor jou? Oh, dat is hoe pas ik eerst laat het hier. Net een oomlik, ou kerel, dan herhaal je dit. Moeder, kom alsjeblieft in. Herhaal dit nou, voor een getuie. Wat is het nou? Hij beweert dat moeder het gesê, die commissie is ingesluit in die 2,500 rand. Boch, dus dan die koopprijs. Maar die commissie was en gesluit in die koopprijs, dis as ons gepraat het. Een misverstand. Dat is wat ik zei, getuie of trot. Dat is een blerrie skelmgeit. Ik het lis en vat die ou man hof toe. Ach, laat die gedeelte toch. Ons het die check. Wie is die gebeente? Is ek miskien jou gebeente? Jou ou geraamte. Pa nou, of ek roep die polisie. Jou ou verdomde horrelpoot Christmas kalkoen wijfie. Wat is jou snacks? Wel, niks. Ach nee, wie kan dan so belangrijk wees? Oh, dis my mondelike opvolger, mevrou, ene dokter Opperman van Johannesburg. Dokter Opperman is baie welkom hier by ons. Hoe laat kom ons, nuwe dokter? André het gesê, ons ontmoet mekaar so by 3:00. Gaan ontmoet jy dan ons eregas, André? Nou maar goed, as julle my so verskoon. Nou maar baie dankie, André. James! Hallo, Mohammed. Marius, jou sien, wat soek jy in hierdie kasarm in ons vlees so ver van die molsgaat af, hè? Nee, om ons neer kom studenten wat by dokter Waartman kom uitkam. Maar kan ons eigenlijk op zoek naar dokter Meijer. Kan over mij sê waar is die spreekkamer? Waar kan ons hem krijgen? Ah, dokter Meijer, kijk, dis vandag zaterdag. As jy hom nie by sy huis krij nie, dan sal jy hom by sy ander huis krij. Dit wil sê by die resout. Waar is hulle, oom? Waar bly hulle?
waar, hulle is daar waar een pauwijfie haar pronkster deursleep en achter haar aan haar kerrykuif kuiken. Praat van die duivel! So my, is een van julle misschien dan dokter Offerman? Hoe gaan het, André? Louise, maar wat maak jy? Maar natuurlijk is mos nou een dokter Offerman, hè? That's right. Ek dacht jy is een man. Rechtig? Ek bedoel, luister, volg my. Goed, dankie. Gesels jullie nog altijd bezigheid? Nee, ik denk het zo te zijn afgehaan, André. Maar ik me net de oproep die schakel naar mijn spreekkamer. Dus kom eens, blijf. Dus kom eens. Zeker wel. Tot ziens, dokter. Dank je, André. Wel, is het goede nieuws voor ons, dokter Offerman? Wel, dokter Meijer is baie tegemoetkomend, meneer. Zo, maar niks is nog finaal. Een heel dronk op die opwindende vooruitzicht van een beeldschone dokter in ons midden. Dank je. Dokter Hugo, u heeft niet een drankje nie. Ik is eigenlijk nog niet dokter, mevrouw. Dankie, ik drink niet juist nie. Zo is hy verkies. Het is een wonderlijke voorreg om zo'n groot groep van ons voorste jong mensen vandaag hier in Kleinieren te hebben. Van waar is hij, meneer Hugo? Johannesburg. Ach zo. Ik ken een professor Hugo. Hij is hoogleraar bij Wits. Welk familie van u? Nee, mevrouw. Dokter Wijnand Hugo. Die kinderspecialist. Ik gee op. Ik is blij. Een beetje onafgerond is ons niet, Sinkie. Jij zal ook wees als jij uit Vrededorp uitkom. Antie? Nog wel iets, hè? Die man schrijft in jou. Ik heb mij 200 rand gekost op een bankrotveiling. Dat is tenminste 10 keer zoveel waard. Mooi, hè? Mm. Is er iets fout? Nee, niks niet. Hoe kom? Kom. Ek sien jy word stil en toe raak jy sommer weg. Een mens voel partykeer so. Is dat ook so eensame mens partykeer kan voel tussen een horde mense? Maar wil jy nie die altijd wegkom, is dit nie? Net van party mense. Ja, ho. Hallo, wel gaat hij ons voor slaap dag. Hé, hey, voor slaap gepraat, wie slaap waar? Hé, hey, dit klinkt jolly. Ah, die man zit elke keer rondavond. En ons drie slapen in het gasthuis. En niks noemt ons. Zit er in de kanschap? Geniet je dit hier? Vooral omdat jij is. Ons raak alle meer betrokken. Lijkt het of ik dat in strijd. Het een keer wil ik proberen, andere keer wil ik hier niet. Wel? Monique. Thank you.
wat hem genoeg het. Hallo, André. Yes, sir. Hallo daar. Hallo, André. Ja, yeah. Goed, hallo. Goeie aand. Hallo, André. Ik heb eerst achterna gehoor als jouw verjaardag vandaag. Veel geluk. Dank u. Hier is iets wat je hopelijk zal teruglopen naar iemands vlei. Jij speelt. Ik weet niet wat om te zien. Moet dat niet? Nou, lekker met de drankje, kerels. Ja, zeker. Moeder het voorgesteld dat je bij ons komt inwoon. Als ik kom, André. Is er problemen waarmee ons kan helpen? Ik twijfel. Ik heb eindelijk met Louise gepraat. En lang genoeg. Marius. Het lijkt me je geniet het om mensen af te jakken. Zoals voor moeder vandaag. Wat is dit? Vraag om. Ik moet rijden. Zing uit naar jou komst, Louise. Hou niet op ik hier. Ik is jammer, André. Mensen worden niet altijd aan jouw vrienden gekend. Tot ziens, meisje. Tot André. Het is onnodig, Marius. Waar vind je mij een pijn? Jij is jaloers. Als je mij reden geeft. Sikkel op my altijd. Nee, die laatste ruk. Sien het aan jou werk. Is net die tijd wat so min is. Ek hoop Louise besef het ook.
jou laatste waarschuwing, jou toch. Hoor je mij? Ik hoop hulle breek jou nek. Dieselfde geldt voor jou. Wat kan jij doen? Luister, ik kan die dansing bel. Hulle kan je kom halen. Glo Marien, ik kan die politie al gekryd. Jy is onder 16 in Junior Roodboom. Jy beter nou luister. En jou girlfriend? Gaan jy haar ook aanklaan? Of wil jy hê ek moet dit doen? Wat? Louise, wat sy gedoen het. Gaan vra haar, weet jy gedink het my gehelp? Ek kan net kom hallo sê, man. Goed, jy het, gaan nou. Ek is nog lief vir jou. Dis jou probleem. Kom, ons geet weer ek dan. Dis verby. Kijk, kan ek weer kom? Sonder dop. Nee, Gysbert. Net op sonder dop. Oké. Okay. Ek kan een skim vat, mevrou de Lange. Maar... Gysbert, los my nou uit! Dis ek, Louise. Zeker, ik is nog. Is nog wat? Mevrouw de Lange. Zij vrouw. Heb jij niet geweten? Nee, het niet geweten. Ik was getrouwd. Met hom? Maak het zaak met wie? Ik heb gedoog, je weet, Marius. Lig. Ek zweer, reg in die begin het ek vir jou gesê. Jy het vir my niks gesê nie. Ek het dan al verwys die dag van my verjaardag, het ek nog vir jou gesê. Toen jy vir my gesê, jy hoop ons altyd weet wat ons doen. Jy het gepraat van een risiko. Ja, ja! En jy het nie gesê dat jy getrouwd was nie. Wel, nou weet jy. Is dit omspoedig huwelik, net een paar maanden van hel en ontnuchtering. Ons was bieren, altijd baie jonk. Ons ouders het gedink is die rechte ding. Jy van verskynhede. Gysbert, andere hoe sou nou ek. Liefdesnaam, Marius. Liefdesnaam. Nou, dis nie leen nie. Maar gepraat van leens. Excuse? Jy lieg oor die verlede, jy lieg oor die heren. Wat doe jy? Wat van Rini? Wat van Rini? Jy het nie etiek van een pere, dokter Louis. Geen morele beginsels nie. Seer is ingesluit. Wat verkeerd? Is het Marius? Jij het hem baie lief, nee? Ja. Vooral nou. Ik verwacht zijn kind. Is jij zeker? En ik ga hem behouden. Weet hij? En hij moet ook niet. Sê
Sammy. Voor wat is hier zo kat op, hè? Voor jou met die girl getrouwd, of wat? Oké, man. Oké. Maak met Louise. Hoe kom? Niet gezien. Niet gezien, we gaan nooit weer zien. Wat nou is die? Zeker al op pad. Thank you.
Een genotvolle vriendschap. Voorwaardelijk. Louise. Ik heb gedacht, ik kom niet meer. Ik heet altijd niet. Als gevolg van Dalia. Als gevolg van beide dingen. Moeder weet alles. Ik het haar vertel. Dat ik geskei is. Alles. Mijn toekomst en mijn geluk is ook haar. Nee, ze weet niet alles, nie, André. Huh? Eindelijk heb ik hier naartoe gevlug. Het zal mijn pa zijn hart breken als hij het weet. En ik ga hem behouden. Zal je mij helpen, André? Ik luister. Ik vraag niet die onmogelijke niet. Toch. Ik vraag jou om je ma en alle andere mensen te overtuigen dat ik nog niet geskei is. Nie. En dat die baba. Je weet wat ik bedoel. Is het te veel gevraagd, André? In die licht van die vriendschap waarvan je gepraat hebt? Nee. Nee, dat is niet. Kom eens, Rij. Dus hoe kom je hier naartoe gekomen? Ik was eerlijk met jou. Marius? André, kom eens rij. Is dit? Zeg mij, is dit? Mm-hmm. En jij wil die baba behouden? Omdat je hem nog lief hebt? Met of zonder jouw hulp, André. Goed. Ik zou je helpen. Zo ver als het mijn vermoeden is. Hmm. Heb je al besluit wie je volgende jaar gaan doen? Ik kom volgende jaar ook hier gesluit om hospitaal te moeten. Sommer hier bij ons. En hier vakantie gaan hier rustig hoor. Ik moet iets doen om ik bezig te zijn. En om je verlangen te bevechten. Jij, hij daar gloe niet zo geloos, heel dag dronk rondgereen in je huis. Domme kut, ze heeft meer moeders, hè. Maar ze gaan blijkbaar nu met André Rousseau uit. André Rousseau?
Maar ze is nog niet eens geskyn nie. En die saak het nou onlangs voorgekom, man. Arme kind. Maar weet je wat denk ek? As twee sê hulle ach man, jy weet wat jy weet. En ek sê moes dat selfs aandrijden sou wat vir daai kind een beter pa wees as sy eie tronkla familie. Meneer Malang, u kan nou maar deur gaan, dankie. Binnen! Middag, oom. Dag, dokter. Wat kan ik vandaag voor oom doen? Nog steeds jou hoesie, oom. Jy moet vir my een ander prescriptie gee, dokter. Daai goed help niks. Ons sal maar weer een bykie moet kyk. Gaan slang deur aan trek oom vir my uit. Huh? Hoe nou? Nee, die hem. Sit maar soms my hier, jou. Jy moet mooi diep inasem en weer uitasem, hoor. Goed, inasem. Uit. In. Uit. Weer, in. Net so om ek jy oom. In. Uit. Daar sy. Nou gaan ons achterluister. Om ons kon net vir nou gesê, hoor. Net inasem. Uit. In. Uit. Sê my, het ontpijn in die bors? Nee, het vreselijk pijn, dokterkie. Dan sal ons maar moet dat ekstrale neem, hoor. Ekstrale? Ja. Dokterkie, sê my toch. Is het waar wat ek hoor of is het nou nie waar nie? Dat jy in daar die oliekuif, dat jy die trouwplan het. Wie? Dis van kleinere zo wat ek nou praat. Hoekom vraag my so iets? Vraag vry en goeie advies ook daarby, maar laat ek dit vir jou vertel, dokterkie, daar is so ding soos van bed to worse. Hoekom haat oom die resou so? Dis hulle wat my uitgeroei het in hierdie dorp, en verander mens ook. Dis waarom hulle vandag so ryk is. Die stomme mense wat hulle beroof het, en die meeste met grondtransaksies, laat ek het vir jou vertel. Oom, ek gaan nou vir oom een nota gee, dan vat oom het hospitaal toe om te gaan extra la neem, hoor. Goed, ek weet waar ons huis, so net so draak die plate heen, dan kom aan vir daar draai. Dankie, dokterkie, en onthou maar wat ek vir jou gesê. Goed, tot ziens van. Louise, ek het vastgestel dat jy nie 6 maanden nie, maar 6 jaar gelede al gesky is. Ek noem dit omdat André die gek idee in sy kop gekry het om met jou te trouw. Het is niets van my. Seker sy slijmerende beskermingsdrang wat skielik wakker geword het, ek weet nie. Moe nie om aanmoedig nie, Louise. Het is eerder anders om mevrou. As jy my sal verskoon, ek is baie bezig vandag. Tot ziens. Thank you.
Morgen, James. Zeg mij, wat denk jij van die vrouw, die nieuwe dokter? Schaamteloos zou ik zeggen. Schaamteloos? Nou, als grote zones is dit. Soos om te oordeel. Kan jij een klip wat te gooien, kan jij? Ja, maar ze hoeft niet hier dokter te wees, nie. Nou, wees jij nou altijd om zoiets te zeggen? Ons is het niet gewoond hier op iemands plein, nie. Gewoond niet, hoekom? Wat je niet jou goed is, goed, dan krijg je ander dorp niet. Wel, ik heb gezegd om een kommer te wezen waar ik al een keer achterom. Zo heb ik die inflammatie dus al. Hai, ik ben erin. Dat is nog mijn werk voor. Jij werkt ook op glad te veel voor iemand in jouw conditie, dokterkie. Vooral een sokke weer. Ach, wat kan een arme, gescheide, spartelende ou meisiekie nou eindelijk anders doen? Het hy, het jou toe geantwoord. En nou? Nou, gaan ek lekker is as die baba eers daar is. Al gedink waar die kleinding se van gaan wees? Ek eet mis van, oom. Ek praat van sy pa se van, Louise. Ek kan nie sy pa se van kry nie, oom. Tot ziens, oom. Die kind se van, luister wat ek sê. Hy moet so berachtig nie resou wees nie.
er een poel, poelen. Dat moet dat. Koffietjes, nie? Ah, nee, dankie, oom. Ek het nog heel wat werkjes by die woonstel, en ook is net ekie lastig. Ach, jy is ook altyd so hastig, vrou mense. Ons kry nie kans om oordentlik te gesels nie. Hierdie naweek gaan ek ontspan. Ek gaan môre 'n bietjie kroeg toe ry. Ja? Hoe lyk dit? Wil oom 'n bietjie saam ry? Jawel, hoe sal ek nou sê? Wil jy ek moet? Natuurlik. Ek kom môre oggend vroeg oplaas. Nou, moet ek iets saam ry? Nee, natuurlik nie. Jy het om sy geself kan. Tot ziens, oom. Tot ziens, Louise. Van die begin af was ek oor een ding heeltemal seker. Ek gaan my daar wel behou. Eers was dit net omdat het syne was. Het is blij was. Ons. Later het ek gedink ek sy iets heel om my seer te maak. Vanaf die baal wat daar is, verlang ek al hoe meer na hom. Maar waarom moet ek oom daarmee opstaan? Het is genoeg uit, oom. Nou gaan ek dan vir ons twee lekker vleisje draai. Praat na my kind, praat jou hart uit, ek luister.
Wat zoek jij hier? Het is oor Louise. Ja? Ik wil bezigheid met jou praten. Alweer? Laatst heb ik feitelijk zonder hoed en broek daarvan afgekomen, weet je? Moet niet zo banaal wees nie. Ik wil heer je met Louise oreert om André uit te lossen. Nou luister, ou pauw wijfie. Laat ik nou voor jou zeggen. Ik zal jou betalen. Als jij die oorige zin van jou kan oorreed om voor Louise uit te lossen. Als ik naar die geld gaat, het zo waarachtig. Ons kan samenwerken in hun albeise belang. Hoeveel? Die geld wat jij voelt, jij hebt verloren op je huistransactie. 250 rand. Wat ze waarborg heb ik? Wat ze waarborg? Diezelfde waarborg wat ik gehad het, ik het maar net jouw woord gehad. En nou het jij mij woord, behalve ik het van jou een skewe woord gekregen. Van mij krijg je rechtheid woord, ou dier. Die check is vooruit gedateerd 2 weken, zoals je ziet. Is alles alright, ou dier, is alles alright. Ik kan jou garantie, jij gaat niet broekloos uit hierdie affaire uitkom nie. Stamina oor van vanavond se klipdans, hè? Want ek het jou gesê, ek kan nie. Ag, maar ons kan elke nou en dan gaan inloer, hoe gaan dit met die baba? Reg, maar ek... Ja, ek sien nie hoekom ons nie vriende kan wees nie. Nie? Ja, ek weet wat jy bedoel. Moeder. Maar sy voel nou anders oor dinge, Louise. Sy begin nou besef, sy kan nie ander mense se lewens beheer nie. Ons het die ding goed uitbeklei. Want dis nie vir jou dankie sê, nie. Maar ek moet ry. Ja, is hy sienkie se badtijd. Kan ek jou later weer bel? Oor vanavond. Ach, toe man, al gaan ons net vir 'n uur of wat. André, nee, die ontspanning nodig. Ja, het is maar sleg lyk as die voorzitter van die klub daar aankom sonder 'n nooi. Toe Louise, asseblief. Goed, ek beloof, ek sal nie een oomblik ernstig raak nie. Tot jy weer 'n paar drankies in het, dan is dit weer... Nee, nie een nie, nie eers een nie, ek beloof. Daarmee later? Nee, ek wil nou weet. Ek het nog nie vir Katie gevra of sy sal inbly nie. Katie? Ja, wat? Kijk mooi naar die kleinbaas vanavond, hoor. Okay. Die nonnie gaan samen met mij dansen. Okay. Jij. Wat dominee voel en wat die mensen zeggen, gaan mij niet aan nie. Als ze ja zegt, trouw ik morgen met haar. Dat is heel wat op die spel, André. Al wat ik hoor is dreigementen. Baie het jou my sin, maar vir jou eie best wil. Bloemen het afpersel, man. Ek word soos 'n kind behandel. So kom 'n kind na sy ouer moet luister. Ek vir daai vrou mens, hé, kan moeder dit nie verstaan nie. Waar is jou? Maar jy is nog steeds die sister. Hy is hier. Oh. Hy is by hospitaal. Oh, is hy dan ziek? Nee, hy is met haar dokter, die strijding. Oh, dokter by die strijding. Ja, wel, dis die kant in, hè? Wat ziens? Oké, kijk, dak, stadjes. Jy gaan ons daar voorbij. So? Nou, wees hem wel so best of iets. Ja, oké. Ah! Woo!
ziek is. Ik dacht, hoe zoek de dokter? Een dokter, ja, jullie bij. Ga je op net als de begrafenis van mijn Marie. Moet jij nou aan het onderzoek moeren je Bij die hospitaal gebracht en daarvoor moet ik hem misschien danken. En dan zeg ik ook, pak je nou goed, zeg jij, duivelsdrek. Kom op, kom. Wat is het? De bamfeeling, hè, Albert? Ons kind is wat kan helpen. Nee, jongen, maar Albert, je doet het jezelf uit. Om het te maken is easier. Oké, okay, papi, oké, okay, that's life, man, that's life. Ah. Hoe gaat het, papi? Huh? Hallo, papi. Hallo, papi. Hallo, papi. Hallo, papi. Mm-hmm.
Louise hier. Zij is samen met André naar die buitenclub. Bye, dankie. Tot ziens. Waar is die baba? En mevrouw Rousseau. Ik wil hem zien. Hij is toch mijne, is hij niet? Is het alle reden waarom je gekomen bent? Dus recht. Ik zie. Jezus, ben je geladen, Pelly. Ik ga met haar trouwen. Kom. Bel mij morgen, André. Dan bespreken we die trouwrelings. Wat maak jij? Los, ik kent die goed. Maak dit mij doen. Goed, ik bel die politie. Wat denk je ermee? Ik maak hem droog. Geel meer. Kijk een vaai, goed. Uit! Jouw lamzak nat licht. Weg is jij! O, was nog één woord van jou, jij beter een spoor was. Louise. André, misschien is het beter als je gaat.
Sit neer, my kind. Marius, dis my kind en ek vat hom nou huis toe. Marius! Ek dink sy hart. Hy sal hospitaal toe moet gaan. Hy kan nie vervoer word nie. Ek gaan nie dood nie, gaan ek? Oh, nie nou al nie, hoor. Wanneer dan? Ons wil ons best doen vir hom. Ek gaan dood. Ek weet, ek kan sien hoe jy vir mekaar kyk. Die mediese beroep doen vandag wondere, oom. Wonder. Ek begeer niks, man, ek smeer. Nee, nou stil, oom, ontspan. Dat is nie so aangaan, nie. Is het zo, is het voorbij. Ik het geweer het kom. Rustig nou, James, we moeten om niet ontstellen. Rustig. Jullie twee moet één ding vandaag voor mij zeggen. Jullie moet samen die breedje groot maken. Beloof dat mij hier op mijn sterfbed. Voordat ik ga. Beloof mij dat. Louise. Marius, mijn oosje. Ik beloof hem. Beloof hem. Ons beloof hem, ons Louise, nee. Bedoel je dit? Ons beloof hem. Die kleine, hij schreeuw. Tel hem op. Maar ja. Hij maakt hier niks nieuw, hem. Dat is het al. En het is voor hulle wat ik jou wil gezien. Kom hier, o Billy. O kleine ramkat. Waar nog een dag met een eetbal van je beurt af? Laat iemand van je spil wat je wil.